over geld en verschil in armoede en rijkdom gesproken, dan kom je ook uit bij Roland de Boer natuurlijk. Ja, ongelooflijk, hè? Dat die twee, die hebben gewoon een magistrale carrière gehad. Hè? Bij geweldige clubs gespeeld. Maar die zitten nu, die ene is dan twee keer ontslagen... bij de slechtste trainer van de Premier League. En die andere, die vergalopeert zich elke keer aan dat Qatar. En het leuke is dat gewoon die twee door niemand meer serieus genomen worden. Er is trouwens al vier keer ontslagen, zit ik te rekenen. Ja, maar die twee worden door niemand meer serieus genomen. Nee. Als morgen Kortrijk een trainer zoekt... dan is het de laatste waar ze uitkomen, is bij Frank de Boer. Dus ja, dat hebben ze in een paar jaar tijd. Ja. En ik geloof nog ineens dat ze het zelf doorhebben. Nee, ze hebben iets van... Wat hebben wij nou misdaan? Ja, ze hebben het zelf niet door. Ja, nou, gisteren werd hij geïnterviewd, maar volgens mij bij de première van Louis. Het werd gevraagd of hij spijt had van zijn uitspraken. Nou, ik ga daar nu niet over hebben. Ik bedoel, we hebben daar genoeg over gesproken. Dus iedereen mag zijn mening hebben, ik mag mijn mening hebben. En ik hoop dat we uiteindelijk dat we een positief WK krijgen. En dat mensen met een gerust hart naar Qatar kunnen reizen. En uiteindelijk terugkomen van, nou, er is iets moois hier gebeurd. En dat sport verbroedert en sport veranderingen teweeg heeft gebracht. Ja, daar is geen spijt bij. Nul. Weet je wat het probleem is? Het is ook zo'n Hans Worst. Je kunt nu, als je cent in je zak hebt, kun je fantastisch naar Qatar. Je hebt een geweldig hotel, je hebt een limousine, alles is airconditioned. Maar het gaat om die mensen die daar misbruikt worden, die als een soort slaven worden gebruikt. En daar vallen de slachtoffers. Maar hij heeft daar 7 jaar gewoond. Hij heeft nooit op het hoekie. Hij is in zijn... miljonairs-compoundje blijven zitten, helemaal naar zijn zin. Onbegrijpelijk toch dat iemand 7 jaar daar woont en niet weet wat er in dat land speelt? Nou, hij weet wel wat er speelt. Ik heb het hem ook wel eens gevraagd, ruim een jaar geleden. En hij zegt, ja, 10 jaar geleden reden ze nog op kamelen en nu rijden ze in Maseratis. Dus hij heeft wel iets van verandering gezien. Hij heeft daar vooral oog voor, maar daaromheen niet. Dus ik sluit niet uit dat hij het gewoon echt niet weet ook. Dus het is niet boosaardig. Is dat naïef, is dat dom, zeg het maar? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat hij het gewoon... Ze brengen hem niet naar die plekken, dus hij weet het niet. Nee, maar als je ergens 7 jaar woont, dan kijk je toch verder dan je neus lang is, ja, lijkt me. Ik denk niet dat je veilig bent buiten die wijken die zo zijn ingericht, zoals jij net beschreef. Nou ja, als je zo naïef leeft, dan heb je een mooi leven, want dan zie je de slechtigheid van de wereld niet. Maar in die 7 jaar is het natuurlijk ook voor die arbeiders wel ietsje beter geworden. Die kafala-systeem, dat is wel een beetje verdwenen. Ze hebben wel iets van recht gekregen, maar als je het afzet tegen de situatie in andere landen, is het nog steeds heel extreem. Ja, dat is wat hij volgens mij ook steeds probeert te zeggen. Dus dat hij zegt dat het beter is geworden. Alleen dat komt nu heel slecht over, omdat hij doet voorkomen alsof het helemaal niet zo erg is. Nee, maar beter betekent nog niet dat het goed is, inderdaad. Nee. Dat klopt. Dus, en hij krijgt natuurlijk geld voor zijn mening, hè? Hij is gewoon de PR-man. Ja, ietsje minder dan Beckham trouwens. Je kreeg 180 miljoen, toch, in 7 jaar? 180 miljoen? $180 miljoen in 7 jaar. Zouden wij ook wel Qatar promoten, toch? Geweten hebben wij niet. Nee, moeten we doen. Qatar.